Mijnkens, mijn airconditioning is stuk. Ik denk als ik het met het leeuw tegenaan... Maar ja, hij deed weer. Kijk, het werkte. Ik denk als ik het leeuw tegenaan spring tegen de muur... dat er een soort draadje weer los... en hij werkt gewoon weer. Ik ben de beste motter. Hoi. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eki. En wat heb ik toch zoveel zin in vandaag. Ik heb toch zo'n leuk plan. Ik weet niet waarom ik op het dak begon. Ik had laatst mijn schoorsteen eindelijk gefixt... maar toen viel ik eraf. En we gaan er niet nog een keer afvallen. Ik heb geleerd hoe ik rustig van het dak af moet komen. Kijk. Ah, zo. Zo doen we dat. Rustig van dak en dan klimmen we... Au, au, au. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn vandaag lekker in de kerstsfeer. Ik dacht, weet je, dat dit kerstsfeer is. Er is echt overal sneeuw. Overal lampjes, zoals je ziet. Iedereen doet aan lampjes in deze straat. Ik vind het zo jammer dat iemand aan lampjes doet. Dacht ik, weet je wat, het is tijd om iets leuks te doen. Het is leuk tijd om iets heel kerstachtigs te doen. Ik ga lekker iets doen wat laatst ook zo al te goed is gegaan. Ik heb namelijk laatst toch zoiets leuks gedaan. Ik heb koekjes gemaakt met John Peter. Het waren nootmuskaatkoekjes en het ging zo goed. Goed. Alles ging helemaal volgens plan. Wat is er aan de hand? Nee, zijn jullie hier? Wat is er aan de hand? Wat is er nou gebeurd? Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie gedaan? Oh mijn god, Henkie, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Henkie, alles staat in de fik. Henkie, wat heb je gedaan? Wegens die reden moeten jullie allemaal even abonneren en even liken. Abonneer op, ik drink je cola en ik eet je nootmuskaatkoekjes en ik eet al je donuts op. Maar leuk dat jullie er zijn, we gaan vandaag nootmuskaatkoekjes maken. Ah, oh, ik vond het zo leuk. Ik bewaar het recept altijd hier in de kast, dus die pak ik erbij. Ah, oh, en dan vervolgens moet ik de oven vast vol verwarmen op 500 graden. Dat gaat vast weer goed zoals vorige keer. Dan moet het fornuis aan voor extra power, die zetten we ook voluit. Zo, hoppakee, dan openen we de ijskast en dan gaan we kijken. Auw! Wat is dat? Wow! Wow! Hoe merkt jullie dat, kijkers? Wat was dat? Alles bewoog in één keer en begon te trillen. Ah, wat was dat? Oh, gaat het wel? Is dat John Peter en Roy? Zijn ze weer thuis? John Peter, Roy, zijn jullie er weer? John Peter? Roy? Hé, waar zijn jullie? Is er iets bij de buren? Buurman, is er iets met jou aan de hand? Hallo, buurman. Doe nou eens een keer open als ik je roep, man. Ik maak me zorgen. Ah, iets met de andere buurman. Oh, nee, die is natuurlijk... daar is natuurlijk niks meer aan de hand. Die is gewoon weg. Die woont hier al jaren niet meer. Is er iets met Rajiv? Ze winkel aan de hand. Rajiv, ik weet dat je er niet meer werkt, maar is er iets met jouw winkel aan de hand? Oh, ik moet gaan kijken of alles wel goed gaat met je winkel? Hè? Wat is dat? Wat doe jij hier? Hè? Vliegt hij nou? Oh nee, een soort van wel. Hè? Wat is dit? Hoe kom jij hier? En je voetbal. Wat leuk. En een vliegtuigje. Kijk eens, wat is dit? Hoe komt dit nou hier terecht? Ik klim even het dak op, hoor. Glad. IJs. Goed, waspakken. Goed zo. Wow. Zijn dat nou rendieren? Wat leuk. Wat doen jullie hier? Wat gezellig dat je dat zo zegt. Jullie zijn natuurlijk van Sinterklaas, hè? Ja, dat dacht ik al. Ik dacht al dat jullie van Sinterklaas... Je bedoelt natuurlijk van de kerstman. Dat bedoelde ik ook, dat wist ik al lang, joh gekkies. Kijk eens. De kerstman is hier gewoon geland, maar waar is de kerstman? Wat een herrie maakten jullie, hè, tijdens de landing. Hebben jullie niet even gewoon een Henkie noodrem of zo? Wat is dit voor een slecht gemonteerd iets? Wat cool, hè. Ik moet wel eerlijk even spieken eigenlijk, hè. Wat mooi gedaan dit. Ik wil er even opklimmen, hoor. Zo. Mag ik die boot hebben? Waar is die kerstman? Ik snap het niet. Wacht even, hoor. Ik snap niet wat jullie hier doen. Waarom zijn jullie bij mij geland? Jullie praten niet. Ik ben een beetje aan het hallucineren, denk ik. Want ik dacht dat jullie praten, maar jullie praten gewoon niet. Wacht, ik ga nog wel een keer hierin kijken, hoor. Ik snap er helemaal niks van. Wat doen jullie hier? Wacht, er ligt een briefje. Wacht, ik lees het briefje wel even voor. Oké, kijk eens. Ik ga het briefje voorlezen. Er staat hier... Ho, ho, ho. Het is alweer bijna kerst en ik zal even mijn route uitstippelen en hem één keer vliegen voordat het kerst is. Oké, kerstman die denkt dus vooruit. Wat een goede man, hè, dat hij dat doet. Dit is het eerste jaar in onze nieuwe slee. En aangezien het 2020 is en bijna 2021, hebben wij de riem niet meer nodig. Die zijn overbodig. Nou, dat is precies wat ik altijd zeg. Riemen zijn overbodig. Wat goed. Ik vlieg nu boven de stad... En ik vlieg boven de buurt. Ik snap niet dat mensen hier kunnen wonen. Maar volgens mij merk ik wel dat er... En toen werd het allemaal krabbeltjes. Ik snap het niet. En bedoelde die dan deze buurt? En hoezo denk je dat mensen hier niet kunnen wonen? Dus alsof hij zeg maar weg is gevlogen. Uit de mand. Uit de slee. Oh jee, is die kerstman dood? Nee toch? Oh jee. Nee, vast niet. Die man heeft zo'n dikke buik en ik denk dat hij net zo'n sterke rug heeft als ik. Die overleeft het wel. Maar kijk eens, ik denk dus dat de kerstman... die is hier natuurlijk gewoon uitgevallen.
Ah, zo hé. Oh nee, dat meen je niet. Is hij uit de slee gevallen? Oh, dat zal toch niet. Dat zal toch niet, hé. Wat zonde zal dat zijn, hé. Wat ontzettend zonde. Wat moet ik nou doen, kijkers? Wat moet ik doen? Ik weet het. Ik heb een paar opties. Ik kan of deze de kerstman zoeken en hem de route laten uitstippelen en hem helpen. Of ik ga zelf kerst redden en ik ga hem iets sneller monteren. En ik ga een goede route voor hem uitstippelen. Dat kan ook. Welke is verstandig en welke is het best voor kerst? Nou, natuurlijk mijn optie, joh. We gaan gewoon lekker naar binnen. Oké, au, 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 hey. We gaan er gewoon lekker in kijken. Oh, ik was zo... Ik heb altijd al een keer met de kerstman zijn slee willen vliegen, hè. Ik ben wel benieuwd hoe snel die gaat. Volgens mij gaat die helemaal niet zo heel snel. Zo, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe dit gaat. Oké, kijk eens. Oh, hij geeft helemaal lampjes en licht en zo. Oh, au, 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 au. Dat was geen goed begin. Stop ding. Oké, kijk eens. Ik heb hem weer even aan de praat gekregen. En ik ben zo benieuwd hoe hij opstijgt. Dus we moeten gaan rennen, gok ik. Oh, oké. Jullie kunnen het rennen. Hier, jullie kunnen het. Jullie kunnen het gewoon opstijgen. Gewoon opstijgen. Oh, 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 oh. Niet keeperen, niet keeperen, niet keeperen. Niet weer, niet weer. Jullie zijn slechte rendieren zo. Oh, oh, au, 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 au. Oh, niet weer. Oké, dan gaan we kijken eens in 3, 2, 1. Oh, voor kerst! Voor kerst! Oh, oh, opstijgen, opstijgen, rendieren, opstijgen, rendieren. Rendieren, stijg nou op! Jullie kunnen toch ook omhoog? Oh, ja! Ja! We vliegen! We vliegen! Wow! Maar we gaan heel raar! Oh, wat cool, hé! Wat cool! Daar gaan we! We zijn onderweg! Ah, kijk eens, we gaan kerst redden! We gaan kerst gewoon redden samen met z'n allen! Wat leuk! Ah, nou, we zijn onderweg! Dit kunnen we, dit kunnen we. Oké, en omhoog. En door de gebouwen. Oh, kijk eens, ik moet even ergens landen en ik moet even een plan bedenken. Want dit gaat helemaal fout. Hij is ook zo traag, hé. Die rendieren, die kunnen wel een oplatator gebruiken. Gaan we even naar het vliegveld, want dit werkt allemaal niet. Kijk, kijk eens, we zijn bij het vliegveld aangekomen. Hij gaat alle kanten op. Ik snap wel dat die kerstman eruit gevallen is. Ik weet niet welke elf dit gemonteerd heeft. Maar ik kan het beter zelf doen. Want dit werkt allemaal niet. Oh, 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 oké, oké. Oké, oh, rustig landen, 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 landen. Oh, rendieren. Goed zo, rendieren. Goed zo, rendieren. Rendieren, nee. En stil. En stil. En uitstappen. Ha, zo hé. Ik weet niet waarom jullie nou schuin... We hebben besloten om schuin te staan, maar ik vind het helemaal prima. Kijk eens, dit kan natuurlijk niet. Hè. De kerstman die kan niet zo zijn werk doen. Dit ding moet veel sneller. Deze slee heeft natuurlijk een Henkie Boost upgrade nodig. En die moet veel sneller gaan dan. Dan kunnen we alleen echt de kerstman helpen. En dan, ja, dan moeten we maar gewoon ergens achterlaten waar hij hem kan vinden, denk ik, of zo, hè. Maar hij moet gewoon even wat sneller zijn, want we moeten echt de slee van de kerstman upgraden. Dit kan gewoon niet langer. Dus ik ga even mijn monteerkit pakken. Die heb ik gewoon natuurlijk bij me tegenwoordig. Ik heb een mini monteerkit die groot wordt als ik hem uitvouw. Dat is logisch. Als je iets uitvouwt, wordt het altijd groter. En dan gaan we deze even ietsie-pietsie sneller maken. Kijk eens, tot zo. Oké, kijk eens. Ik heb hem ietsie-pietsie sneller gemaakt. En nu moet het toch zoveel beter komen. Rendieren, ik heb jullie allemaal een soort pilletje gegeven of zo. Daarvan worden jullie heel snel. Het is compleet gezond. Maak je geen zorgen. Het is een Henkie eigen recept. Het is letterlijk gewoon een stukje plastic waar ik een beetje doodmuskaatpoeder in heb gedaan van mijn eigen recept. Waarvan je zo snel alles gaat doen. Dus ik hoop dat het daardoor gaat werken. En ik heb een Henkie Boost button erin gewerkt, waardoor hier een paar vlammen uitkomen. Nou, blaar, dan gaan we in één keer heel hard vooruit. Dus laten we testen. Zijn jullie er klaar voor? We moeten kerst redden. Dit kunnen we alleen wij doen, kijkers. Alleen jij, ik, Henkie, Jotem de derde. En als je geabonneerd bent, als je niet geabonneerd bent, zal nooit goed komen met kerst. We gaan instappen. Kom op. Oh, wat een leuk cadeautje. Zijn... Ah, zo hé. Wat een moeite om in te stappen. Nou, rendieren, kom op, even recht staan. Goed zo, hoppakee. Zijn we er klaar voor, kijkers? We gaan opstijgen in 3, 2, 1. Oh, Henkie Boost met een 3, 2, 1. Yo! Wow! Wow! Oké, oké, rustig aan. Rustig aan. Oké, nou, hij is zeker stil. Ik denk dat de kerstman nu wel in een uurtje alle kerstcadeaus over kan bezorgen. Oh, oh, wow. Oké, rustig aan. Oh, dit is niet de bedoeling. Oh, oh, oké. Rustig aan. Even op tempo komen, op niveau komen. Hoi. Hey, die boost moet je weer activeren. Wow, oké. Pakketjes hier daar. Breng er pakketjes overal. Overal moeten de pakketjes heen. Oh, oké. Oh. Oké, dit gaat helemaal prima. Nou, niks aan de hand. Ik denk dat ik de kerstman zo alles wel rustig rond kan brengen. Dat hij dan geen probleem heeft met alles. En ik heb een soort stoelplakkerige spulletje erop geplakt. Waardoor hij er nooit af kan vallen. Kan nooit gebeuren. Ah, nou, kerstman, dan kan je zelf bij het blokkenpark je kerstcadeautjes afgeven. Je kan afremmen. En als je echt haast hebt, dan deel je gewoon in die pushbutton en dan ben je er gewoon zo. Wow. Oké, waar zou de kerstman liggen? Want deze moet naar de kerstman toe. Ah, zo hé.
Deze moet gelukkig echt naar de kerstman toe komen. Ah, hij zal zo blij met me zijn hoe dit is geëindigd. Daar ben ik zo blij mee. Ik weet inmiddels al niet meer echt waar ik ben. Waar ik terecht ben gekomen. Het is hier, ik ben zo overal in de wereld. Hij is zo mooi. Moet je zien, hè? Wat een mooi iets. Ik vlieg gewoon. Die rendieren doen ook zo. Hun beste zien er zo vermoeid uit als ik zo naar ze kijk. Echt. Daar gaan we. Oh, oh. Langs door de bergen. Door de bergen, kijk eens. We gaan het redden. We moeten de kerst redden. Oh, ik weet niet waar de kerstman is. Hij zou vast wel eigenlijk bij mij in de buurt zijn. Oh, oh, door de bomen. We zijn echt puur aan het testen of deze nu echt helemaal kerstproef is. Alsof die elfen nooit gemonteerd hebben, is het, hé? Oh, dan eigenlijk even landen weer. Ik weet niet waar we zijn. Ah, ah, ah. Au! Ah, wat is dit? Waar komt dat vandaan? Zagen jullie dat? Ik weet niet wat deze beesten nog meer op hebben. En wat die kerstman allemaal in zijn kerstlee heeft, hoor. Maar er kwamen volgens mij kogels hieruit. Wat cool gedaan, hè. Dat er gewoon kogels uitkwamen. Wat leuk. Oké, kijk eens. Dan moet er nog één test gedaan worden. Ik weet niet wat die kerstman hier allemaal mee doet. Maar het zal wel. Ik heb namelijk nog een functie hierop toegevoegd. Waardoor de rendieren, zeg maar, een soort vuur krijgen uit hun hoefjes. Waardoor ze echt recht omhoog vliegen in plaats van vooruit. Dus ik ga als test doen. Heel hoog vliegen. Zo hoog mogelijk dat we de wereld bijna niet meer zien. Dan gaan we rechtstreeks naar beneden. En kijken we hoe snel deze beesten zichzelf weer kunnen optrekken als we bijna bij de vloer zijn. We gaan het testen. Kijk, dit is wat ik bedoelde. We zitten de motor aan en de rendieren gaan aan. Kijk, als ik nu gewoon omhoog ga. Oh, dat is naar voren. Kijk, dan zetten we een andere setting aan. Let op. Wow, daar gaan we. Kijk eens. Dit kunnen we. Kom op, dit kunnen we. We kunnen dit samen regelen. Maar dan moeten we wel heel voorzichtig gaan. We moeten heel voorzichtig gaan. Oh, nee, ik weet niet wat die kerstman... Oh, waar komt dit vandaan? Oh, ik heb die knopje gevonden. Nou, blijkbaar heeft de kerstman een kanon op zijn... op zijn voertuig zitten. Het is ook zo mooi binnen. Al die cadeautjes en zo. Allemaal leuke dingetjes. Ik weet niet wat dat is. Een sok. Er zitten nog meer cadeautjes in. Nou, kijk eens. We hebben inmiddels de boost button aangezet. We zijn lekker aan het stijgen omhoog. Je vraagt je vast af hoe hard we gaan. Nou, we gaan heel hard omhoog. Oh, kijk, de stad is daar. En we staan zo hoog inmiddels. Oké, we hebben de versnelling overgezet. We gaan nu recht omhoog. In plaats van dat we zo schuin omhoog gaan. Ik ben benieuwd hoe hoog we nu komen. Oh, en ik ben zo benieuwd. Oké, kijk eens. We gaan naar beneden. In 3, 2, 1. Wow. En naar beneden. Voor kerst. Oké, dit is voor kerst. Kijk eens, dit kunnen we. We gaan nu naar beneden. We zijn onderweg. We moeten zien hoe snel we weer bij de vloer komen. En hoe snel deze beesten dit kunnen redden. Hoe snel deze beesten dit kunnen redden. Oh, oh. Oké. Jullie kunnen het. Kunnen jullie tegen de lucht drukken? Kunnen jullie overal tegen? Oh, volgens mij vliegen we ondersteboven. Zo moeten we vliegen. Oh, maar waar is de vloer? Oh, daar hebben we het. Daar hebben we het. We krijgen zicht. We krijgen zicht. Oké, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Daar gaan we. Kijk eens. Oh, rustig aan, rustig aan. Oké, we zijn onderweg. Oh, we zijn er, we zijn er. Oké, op naar Henkies huis. We moeten kerst redden. Hij moet nu daar afgeleverd worden. De kerstman denkt waarschijnlijk dat ik daar ben. Oh, oh, oh. Oké, dit kunnen we. Dit kunnen we. Dit is de ultieme test. Dit is de ultieme test, kijkers. Oh, en dan hier door de stad. Door de bergen. Oh, de stad bedoel ik. Ik zeg bergen, maar er zijn helemaal geen bergen hier. Oh, oké. We hebben het overleefd. Oh. Ah, oh, en nu rust. En de rust pakken. En de rust pakken. Nou, dan moeten we weer bij ons in de straat landen. Maar dan activeren we eerst even de andere knop. Want we hebben nu echt zo'n goede kerstslee voor deze kerstman gemonteerd, jongen. Ah, daar is hij vast zo blij mee. En dan weer zakken. Rustig aan, rustig aan. Zo, hé, kijk eens. Wat een avontuur was dit, hé. Ah, oh, hij zou vast zo blij met me zijn. Hij zou vast zo... Oh, 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 nee. Oh, nee. Ah, ah, wat gebeurde er? Wat was dat? Oh, rustig van het dak af. Oh, jij natuurlijk. Ah, ah, dat was mijn hoofd. Ah. Zo, hé, moet je zien. Dit is gewoon een hele vlek van mijn hoofd. Oh, nee, daar is hij weer. Oh, hij ligt weer ondersteboven. Jezus, stom ding. Altijd ondersteboven. Nou, daar staat hij. Kijk eens. Ik heb even de motor aangelaten, zodat jullie konden kijken naar hoe die er echt mooi zo uit... Oh, de motor vliegt uit. Oh, maar kijk eens, hij was zo mooi. We zijn een soort van thuis geland. Ik ben natuurlijk, ik woon daar en dit is ongeveer thuis. Dus ik denk dat die kerstman hem hier inmiddels wel weer op kan halen. En dat het allemaal geen probleem is. En ja, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik hoop dat hij hem echt, echt, echt heel mooi vindt. Ik vind hem namelijk echt prachtig zo. Dus kerstman, veel plezier ermee. Ik ga lekker naar binnen. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ah, ik ben zo blij met dit avontuur vandaag, kijk eens. Ah, wat was zo gezellig met die rendiers. Ze waren zo spraakzaam. Ah, wat lekker. Ik denk dat ik nu lekker de nootmuskaatkoekjes ga pakken. De oven op 500 graden ga zetten. En een lekker chocomelletje maak. En dan komt het vast helemaal goed met de kerstman.